Ja. Ja, ik heb net zitten kijken en zitten lezen van die, naar die ouders van die Carlo Heuvelman. Vrienden. Ja. En die mogen dan iets zeggen tegen die verdachten, weet je wel, van die kopschoppers van Mallorca die jongen hebben doodgeschopt. En ja, dat heeft mij gewoon geraakt. Dat moet je wat doen gewoon. Dat kan gewoon niet anders. Op een gegeven moment kreeg ik ook waterige oogjes. Ik denk, ja, wat een verdriet. En dan hoor je zo'n vader van die Carlo Heuvelman, die hoor je dan zeggen gewoon, ja, de pijn van het gemis, die wordt met de dag intenser. Ja, en dat krijgen die jongens te horen, die verdachten, maar ook de ouders van die verdachten, die zitten ook in die zaal. Ja, ja. En die moeten ze ook bij zichzelf gaan denken, want die doen er nu ook niks aan om de dader te vinden. Dat zitten ze ook allemaal maar te verdoezelen. En die proberen ook maar hun zoons uit de gevangenis te houden. Maar nu zien ze wat ze allemaal aangericht hebben. Wat voor ellende. Ja, want die moeder van die Carlo Heuvelman, die kwam ook even aan het woord in. Ja, die zegt dan, ja, het was mijn alles. Mijn zoon was mijn alles. Maar dat niet alleen. Ze zegt, ze hebben mij niet alleen Carlo afgenomen, maar ook mijn levensvreugde. Dat is zo intens verdrietig, vrienden, wat daar gezegd wordt. Ja, en dan komt die vriendin, die Lisa, van die Carlo, die komt nog aan het woord. Ja, en die zegt dat ze, ik word er misselijk van, zegt ze. Ik word misselijk van dat er mensen zijn die dit op hun geweten hebben en die niks willen zeggen. Ja, dat komt doordat iedereen maar naar elkaar wijst en niemand wil zeggen wie de dader is. En ze zegt, mijn werkelijkheid is, dat is wat die Lisa zegt, mijn werkelijkheid is nu dat ik huilend bij het graf zit van Carlo. Ja, radeloos. Nou, zo'n zin, vrienden, ja, dat galmt na in je hoofd. Maar niet alleen bij mij. Want nadat ik het gelezen had, zat ik er nog een half uur lang mee in mijn hoofd en liep ik daarmee rond. Maar ook bij die daders. Want binnenkort, dan worden die straffen bekend, hè? Die strafeisen worden, hè? Die gaat die officier van justitie in. En die straffen die zullen allemaal veel te laag zijn en er zal niemand vrede mee hebben. Maar je zal daarom, die jongens, die verdachten, die zijn nu al gestraft met die zin. Zij zit bij zonsondergang huilend bij het graf van Carlo, radeloos. En dat zal, die zin, die zal hun leven lang in hun hoofd blijven galmen.